Het is alweer de eerste van de maand, 1 mei 2019, en dus is het weer tijd voor onze maandelijkse serie van 3 interessante aandelen, waarin ik aandelen bekijk die de laatste tijd zeg maar onder mijn aandacht zijn gekomen, bijvoorbeeld vanwege het nieuws of gebeurtenissen. Nou, in deze video behandel ik dus 3 aandelen, waardoor we kunnen kijken van, is het wat om eventueel verder in te gaan en dus toe te voegen aan je eigen portfolio, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wil zien, abonneer dan op het kanaal zou ik zeggen. En zoals gezegd is dit een maandelijkse serie. Telkens rond de eerste van de maand probeer ik een video te maken waarin we 3 aandelen gaan bekijken. Dat heb ik ook de laatste keer gedaan. En als we dan snel even gaan kijken wat die aandelen de laatste maand hebben gedaan. Nou, kijken we het eerste aandeel, dat was Visa. Dat staat inmiddels op $163.13, oftewel 4,3% hoger dan toen we die video opnamen. En dit is eigenlijk het hoogste punt van het aandeel in lange tijd, en zeker in ieder geval in 2019 het hoogste punt. Het andere aandeel wat we hadden was Microsoft. Nou, die hebben ook weer kwartaalcijfers laten zien, goede kwartaalcijfers. Staan inmiddels op $129.90, oftewel 10,1% hoger. En ook voor Microsoft geldt, dit is het hoogste punt, in ieder geval in 2019 weer. Het derde aandeel wat we hadden in april was Tesla. Nou, daar hebben we waarschijnlijk allemaal wel gehoord dat het daar minder mee gaat. Het aandeel staat nu nog maar op $235.80, oftewel 16% in waarde gedaald de laatste maand. En dit is eigenlijk ook het laagste punt, in ieder geval in 2019, maar als we terug gaan kijken zelfs, misschien wel het laagste punt in de laatste 2 of 3 jaar. Maar voor deze video gaan we dus juist weer vooruit kijken. We hebben aandelen voor een nieuwe maand. Zoals gezegd doe ik een beetje de basisinformatie, geef ik in deze video. Mocht je nou ook denken van dit is een interessant aandeel, zorg dan dat je er zelf meer research over gaat doen. En misschien wel uitrekent wat jij het aandeel waard vindt, zodat je kunt kijken van, is het op dit moment een goed moment om te kopen of moet ik nog even wachten. Maar laten we dan beginnen met het eerste aandeel, en het eerste aandeel is Ajax. En dit aandeel staat sinds het begin van het jaar op een plus van 33%. Iedereen kent denk ik Ajax wel, AFC Ajax, de voetbalclub uit Amsterdam. Volgens mij zelfs de enige voetbalclub in Nederland die beursgenoteerd is, in ieder geval van de toppers. En Ajax moet het dan ook vooral hebben van inkomsten uit de eredivisie. Dit kan bijvoorbeeld zijn tv-gelden, sponsorgelden, maar ook zeker hun verkoop van spelers bijvoorbeeld. Maar waarom juist het aandeel Ajax nu interessant is, omdat ze meedoen in de Champions League. En inmiddels staan ze dus in de halve finale van dit voetbalgala, zeg maar. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de koers, want als er ergens veel geld mee te verdienen is binnen het voetbal, dan is dat natuurlijk bij de Champions League. En Ajax heeft in dit seizoen inmiddels al €90 miljoen verdiend door deelname aan de Champions League. Kijken we bijvoorbeeld naar het aandeel na de laatste wedstrijd die zij speelden tegen Juventus, die zij wonnen, waardoor ze dus doorgingen na die halve finale. Dan zag je dat het aandeel Ajax daarop reageerde met een plus van 9%, terwijl juist het aandeel van Juventus zakte met 20%. En dat kwam dus ook uitgebreid in het nieuws. En toen ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. Kijken wat nou de koers doet op dit soort momenten. En welke begroting ze hebben. Welke gelden ze hebben. Waarmee ze elk jaar schuiven, zeg maar. Kijken we nou naar deze begrotingen van deze clubs. Van de 3 topclubs en de rest van de eredivisie. Dan staat Ajax bovenaan met een begroting van 90 miljoen. Gevolgd door PSV met een begroting van 73 miljoen. En Feyenoord met 67 miljoen. Nou, de overige 15 clubs in de eredivisie hebben samen een begroting van 200 miljoen, oftewel 13,5 miljoen per club. Dus je kunt zien dat Ajax zeg maar een factor van 6 keer groter is dan het gemiddelde. Ze hebben dus behoorlijk wat geld te besteden. En zeker na dit seizoen, waardoor er weer veel geld binnenkomt via de Champions League, kunnen ze natuurlijk weer veel aankopen doen, selectie uitbreiden, de trainingen juist goed doen voor de jeugd, zodat ze weer nieuwe selectie op de lange termijn hebben. En zo kunnen ze dus voortdurend investeren in hun club, waardoor ze eigenlijk elk jaar beter worden. Zoals gezegd hebben wedstrijden in de Champions League veel invloed op de koers van het aandeel, omdat er natuurlijk bij elke wedstrijd die ze winnen of ronde die ze verder gaan veel geld te verdienen valt. En als we dan gaan kijken naar het aandeel in dit jaar en vergelijken zeg maar met de wedstrijden die ze gespeeld hebben, dan kijken we ten eerste naar 13 februari. Ajax Real werd 1-2, maar je had wel een kleine verschommeling in de koers. Vervolgens kijken we naar 5 maart. Toen was het Real Madrid tegen Ajax. Dus de return, zeg maar. Nou, die won Ajax met 1-4. Of 4-1, net zoals je het wil zeggen. Nou, dat had natuurlijk wel direct invloed op de koers. En dan ging het natuurlijk ook weer een stuk op omhoog. Kijken we dan verder naar 10 april. Ajax Juventus werd 1-1.
Dat viel wel mee. Kijken we dan weer 5 dagen later, 15 april zoals we zeggen. Juventus Ajax. En daar won Ajax dus met 2-1 in de uitwedstrijd. Waardoor ze dus verder gingen. Nou, daar zag je dus die piek van 9% op het aandeel reageren. Dus telkens op het moment dat er een ronde verder gaan, geld te verdienen valt, zie je dat het op het aandeel daar positief op reageert. En dan neem ik deze video op aan het begin van de week op maandag, terwijl je op woensdag eens uitkomt. En tussen deze 2 dagen, in het geval dat jij deze video kijkt, dus gisteravond, heeft Ajax weer gespeeld. Ik weet natuurlijk nog niet welke uitslag deze wedstrijd heeft, maar kijk eens terug wat Ajax gisteravond heeft gedaan. En kijk eens naar de koers van het aandeel vandaag. Hoe is daarop gereageerd? En neem dat mee in een beslissing als je denkt van dit is misschien wel een interessant aandeel, want Ajax gaat misschien wel een ronde verder. Of volgend jaar kunnen ze opnieuw met de Champions League meedoen waarschijnlijk, omdat ze best wel goed meedoen in de top van de Eredivisie. Of misschien zie je wel gebeuren dat ze spelers verkopen. Je komt natuurlijk ook op die manier veel geld binnen. En dat is natuurlijk ook weer goed voor het aandeel. Dus allemaal dingen die je mee kunt nemen en die je vast kunt analyseren, zeg maar, voordat je een keuze maakt om het aandeel te kopen. Maar ik denk in ieder geval dat het zeker een interessant aandeel is. Zeker aangezien Ajax waarschijnlijk volgend jaar ook goed presteert. Misschien wel weer mee kan doen met je Champions League en dus veel geld te verdienen valt. Waardoor het aandeel eigenlijk telkens kan stijgen. Het is natuurlijk wel een emotioneel aandeel, omdat natuurlijk ook veel fans of de wedstrijden invloed hebben op het aandeel. Maar zeker interessant om naar te kijken. Het tweede aandeel waar we naar gaan kijken is Facebook. En die hebben op dit moment, staan ze in de plus dit jaar, met 46% sinds het begin van het jaar. Dus een erg goed jaar voor Facebook. Zelf heb ik 10 aandelen. Die heb ik ongeveer een jaar geleden gekocht voor $171.49. En dat heb ik toen gekocht na een dipje, zeg maar. Dus het aandeel zakte wat eigenlijk wel flink onderuit zelfs. Geloof mij, bijna 20%. Toen ging het om wat privacy gerelateerd nieuws. En dat is natuurlijk altijd lastig voor Facebook. Nou, inmiddels zijn we dus zeg maar 3/4 jaar verder of zo. En zien we dus weer dat Facebook positief staat, dat ik in ieder geval winst heb gemaakt op Facebook. En dat ik dus ook heb kunnen profiteren van die groei van 46% dit jaar. Waarom ik zelf Facebook aandelen heb en waarom ik denk dat het interessante aandelen zijn, is ondanks dat natuurlijk heel veel gericht op privacy wat telkens belangrijker wordt en veel mensen ook bewust in worden, zien we toch dat het bereik wat Facebook heeft, of dan ook met Facebook zelf is, of met Instagram, of met andere producten zoals WhatsApp, het groeit nog steeds. En dat zien we eigenlijk ook terug in de laatste kwartaalcijfers. Kijk als eerste nou naar de daily active users. Nou, dan zien we dat die jaar op jaar zeg maar met 8% zijn gegroeid. Kijken we nou naar de monthly active users, dus gebruikers die 1 keer in de maand in ieder geval inloggen. Ook dat groeit met 8% ten opzichte van een jaar geleden. Interessanter is het wanneer we naar de revenue, naar de omzet gaan kijken. Die is sinds een jaar geleden met 26% gegroeid. En ook deze revenue kunnen we eigenlijk gaan bekijken per categorie of geografisch eigenlijk. Kijken we dan bijvoorbeeld naar US of Canada, dan ligt die op de omzet per gebruiker dus op $30.12. Dat is 28% geplust sinds vorig jaar. Europa ligt op $9.55. Dus een stuk minder dan die $30, maar wel een groei van 18%. Vervolgens naar Azië ligt hij op $2.78, ook een plus van 13%. En de rest van de wereld zit op een omzet per gebruiker gemiddeld van $1.89. Ook dat is dus een plus van 12%, maar dat blijft nog wel achter bij de rest. Dat is natuurlijk ook wel waar ik denk de groei in zit bij Facebook. Facebook is natuurlijk begonnen en groot geworden eerst in US en Canada, vervolgens Europa. Nou, Europa loopt achter, maar ze groeien nog steeds wel. Dus de grote kans dat Europa, wat nu zeg maar rond een tientje per gebruiker zit, en Amerika rond de 30, dat Europa richting die 30 gaat groeien. En natuurlijk dat Azië weer richting Europa gaat groeien. Dat natuurlijk alle omzetten per gebruiker, naarmate er meer zijn, meer welvaart in die gebieden komt, zal natuurlijk ook meer geadverteerd worden. Dat is natuurlijk waar Facebook zijn meeste omzet vandaan haalt. Dus zal telkens op die manier de omzet per gebruiker toenemen, waardoor eigenlijk alleen maar winstgevender wordt. Want als we nog gaan kijken naar de winstgevendheid van Facebook, dan ligt die de laatste jaren, de operating margin, zeg maar tussen de 40% en 60%. Ja, dit jaar, het eerste kwartaal, valt die lager uit. Maar dat heeft te maken met een reservering van 3 miljard, geloof ik, die ze hebben gedaan. Omdat ze waarschijnlijk een boete verwachten, weer gerelateerd aan privacy. Maar ja, nou is 3 miljard euro wel veel. Maar dat is eigenlijk natuurlijk, ten opzichte van de hele winst die ze maken, valt het wel mee. En hoort er denk ik bij. Zelf gebruik ik Facebook persoonlijk niet. Maar ja, het is wel een heel erg interessant aandeel. En aangezien ik er zo denk, ook voor in de toekomst. Dus we hebben gezien dat ze dit jaar al bijna met de helft gegroeid zijn. Nou, aangezien ze deze cijfers vast nog wel door kunnen trekken, dat er steeds meer mensen, misschien dan niet in Canada, Amerika of Europa bijkomen, maar wel in de rest van de wereld en Azië, de onderdeel daarvan, zal erg hard groeien. En op die manier denk ik dus dat Facebook een interessant aandeel kan zijn voor de komende kwartalen, jaren. Zeker als we naar Facebook
alleen kijken, maar natuurlijk ook naar Instagram of WhatsApp, wat ze waarschijnlijk nog een keer willen, ja, betaalde versie van willen maken, of in ieder geval ook geld aan willen gaan verdienen. En op die manier neemt natuurlijk de omzet van Facebook alleen nog maar toe, wat je weer terug zult zien in de koers. Dus is het een interessant aandeel, zou ik zeggen. En dan zijn we dus aangekomen bij het laatste aandeel van deze video. En wederom heb ik daar Tesla ingenomen. Tesla staat dit jaar dan inmiddels wel op een minnetje van 29%. Dus je aandeel is 29% minder waard geworden sinds dat ik ze begin van het jaar had. En sinds die tijd heb ik ook al een tijdje aandelen. En waarom blijft dit nou een interessant aandeel? Nou, ik heb het eigenlijk al in de eerste maand genoemd. Toen zei ik nog, op het moment dat ze onder de $300 zakken, is het gewoon interessant. Nou, die zakte meteen onder de $300. Toen heb ik bijgekocht. De afgelopen maand is het eigenlijk alleen nog maar verder blijven dalen. Naar nu een koers van rond de $236. En ik zelf denk dan dat eigenlijk waarschijnlijk een beetje wel de onderkant hebben bereikt. Ze hebben heel veel negatief nieuws gehad. En dat het op lange termijn in ieder geval zeker alleen maar beter zal gaan met Tesla. Maar het blijft natuurlijk een aandeel wat ten eerste interessant is, maar ten tweede best wel veel risico met zich meeneemt. Dus als jij hier geïnteresseerd in bent, en ik vertel er best wel vaak over, omdat ik het ten eerste interessante techniek vind, en natuurlijk de groei die ze kunnen maken de komende jaren, zeker met een koers van rond de $240, is de kans dat ze, zeg maar, het aandeel in waarde verdubbelt de komende jaren best wel groot. Maar daar hangt natuurlijk best wel een behoorlijk risico aan, omdat ze weinig winst maken of geen winst maken, of sommige kwartalen wel, maar vervolgens best wel veel geld in de andere kwartalen opmaken, waardoor er dus geen winst overblijft. Ik denk zelf dat ze dus behoorlijk aan het investeren zijn in de toekomst, en zeker als je naar bepaalde producten van hun kijkt, is het ook gewoon de toekomst. Dus het is zeker interessant, maar nogmaals, het is zeker ook met veel risico. Zoals gezegd zijn er dus een paar dingen waardoor de koers dus eigenlijk de laatste tijd verder gedaald is. Best wel veel negatief nieuws. En de eerste waren natuurlijk de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. En in die kwartaalcijfers zagen we dat ze weer een groter verlies hadden dan analisten al hadden voorspeld. Ik geloof dat ze rond de €700 miljoen verlies hebben gemaakt in het eerste kwartaal. En als een aandeel ergens op reageert, is het natuurlijk op kwartaalcijfers en zeker op wat het in de toekomst gaat doen eigenlijk. En we hadden natuurlijk in het eerste kwartaal te maken met lagere kosten die ze rekenen. De modellen werden goedkoper. Dat is natuurlijk best interessant voor de klant. Maar het is natuurlijk als investeerder, vraag jij je af, hebben ze dan dezelfde marge? Of wordt er minder winst gemaakt op een auto? Zeker als we gingen kijken naar de Model S en Model X, de echt wel duurdere modellen van Tesla. Daarin zagen we dat ze, zeg maar, met 50% minder verkocht worden ten opzichte van een jaar geleden. En dat heeft natuurlijk ook direct weer invloed op de koers. Al weten we inmiddels dat het sinds vorige week dus, dat het te maken had met een update die deze modellen kregen. Maar daar vertel ik dadelijk meer over bij het positieve nieuws. Er waren gelukkig ook positieve dingen de laatste maand, al zie je die niet meteen terug in de koers, want die is eigenlijk de hele maand gewoon gedaald. Maar een van de eerste dingen die ze hadden was de Tesla Investors Day, een aparte dag gericht op investeerders en dan eigenlijk vooral op hun full self-driving, dus hun autonoom rijden. Twee belangrijke dingen uit deze best wel lange en ingewikkelde presentatie eigenlijk. Ten eerste was daar de grafische chip die ze zelf hebben gemaakt. Die chip zit inmiddels in elke Model 3 die nu gebouwd wordt al ingebouwd en echt voor de toekomst gericht. Maar in ieder geval deze chip, of deze chipset, die is 7 keer beter dan de concurrentie of de chip die ze eerst hadden van Nvidia. Ze hebben zelf een chip ontwikkeld die 7 keer meer data kan verwerken en dus veel meer berekening kan doen, waardoor uiteindelijk het autonoom rijden veel betrouwbaarder en zekerder moet worden. En in deze presentatie werd ook uitgebreid ingegaan op het neural net, dus eigenlijk een beetje een brein wat zo'n computer heeft, hoe die bepaalde informatie analyseert, net zoals wij doen wanneer we auto rijden. Dus als wij beleiding zien en die gaat een bocht om, dan kunnen we wel een beetje inschatten hoe die bocht, de bocht omgaat eigenlijk. Nou, dat soort dingen wordt dus ook allemaal computers geleerd. Het was best wel interessant om te zien hoe Tesla hiermee omgaat. Ten eerste hoe snel ze dit netwerk eigenlijk getraind krijgen. En ten tweede dat ze eigenlijk de Tesla's die op dit moment rondrijden telkens om informatie kunnen vragen. Dan worden er, zeg maar, misschien wel 100.000 foto's gestuurd van echte situaties die Tesla's dus tegenkomen. En die kunnen ze vervolgens analyseren om dus juist weer het netwerk te laten leren hiervan, om in de toekomst dus betere voorspellingen te doen. En dit is dus allemaal gericht op de toekomst, waarin Tesla dus in ieder geval auto's autonoom wil laten rijden. En eigenlijk ook een beetje richt dat Tesla zelf auto's autonoom laat rijden als robotaxi. Want dat is het volgende verdienmodel van Tesla. Op het moment dat jij een auto leest op dit moment, kun je hem aan het einde van de periode niet kopen. Je moet hem aan Tesla teruggeven. En de verwachting is dat ook Tesla dan over 2 of 3 jaar, wanneer deze contracten aflopen, al die auto's zelf houdt om vervolgens als taxifloot in te zetten. En voor elke dienst die zij kunnen rijden, het is een soort Uber, een taxiservice die zij dus aanbieden, daar kunnen ze dus weer geld mee verdienen. Ook mensen die zelf een Tesla hebben, kunnen hun auto dan gedurende de dag, wanneer ze aan het werk zijn bijvoorbeeld, taxiservice laten uitrijden. En Tesla pakt dan een gedeelte van de omzet of een gedeelte van de winst daarvan. En op die manier gaat Tesla dus meer geld verdienen in de toekomst.
Het tweede positieve punt was eigenlijk een update aan de Model X en de Model S, zoals gezegd. Ze hebben daar een beetje de batterij van vernieuwd, of in ieder geval de techniek vernieuwd. Het accupakket blijft even groot, alleen ze wisten toch een efficiëntie van 10% weer extra eruit te halen. Daar was de Tesla vaak al het beste. Concurrenten konden het dan vaak wel op interieur, bouwkwaliteit misschien wel iets beter doen. Maar zeker op hoe ver je kon komen met een accu, daar was Tesla eigenlijk, lag het al voorop. En zeker als je nu kijkt dat ze deze accu's dus verbeterd hebben, waardoor je 10% extra kunt rijden, is die voorsprong eigenlijk alleen maar groter geworden. Dus ook al zeggen concurrenten of analisten vaak van ja, Tesla loopt voorop, maar de rest komt eraan. Porsche komt met dit model, de Jaguar is met dit model, Volkswagen heeft modellen, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk zie je dus dat Tesla ten eerste zelf innoveert en dat de rest zeker niet in de buurt kan komen van Tesla. Dus dat is altijd wel positief nieuws, ook zeker weer gericht in de toekomst. Het negatieve nieuws uit Q1, het eerste kwartaal, kan ook positief zijn voor het tweede kwartaal, aangezien leveringen van de Model 3, die gingen dus naar Europa, werden ze daar verscheept. Heel veel auto's kwamen daar aan in Zeebrugge, maar konden niet op tijd geleverd worden aan de klant, waardoor ze dus niet in het eerste kwartaal meegenomen konden worden. Dit waren geloof ik rond de 10.000 Model 3's die dan mee te maken hadden. Deze worden natuurlijk wel in de afgelopen maand of de komende maanden geleverd, waardoor ze dus wel in het tweede kwartaal meetellen als leveringen. En dus zul je dus best wel hoge percentages zien van het aantal leveringen dit kwartaal. Dat is dus natuurlijk positief nieuws. En misschien wel het belangrijkste uit de eerste kwartaalcijfers was eigenlijk de voorspelling voor dit jaar. Die hadden ze gestaan op 360 tot 400.000 auto's die ze gaan bouwen. Dat die blijft staan. Dus ondanks dat het eerste kwartaal wat tegenviel met het aantal verkopen, blijven ze bij deze getallen staan. En hebben ze zelf gezegd, als China, waar ze ook een fabriek in bouwen zijn, en dat gaat eigenlijk best wel hard, als daar misschien het laatste kwartaal al een beetje geproduceerd kan worden, dat we misschien wel richting 500.000 auto's moeten gaan denken. Die 360.000 schatten ze denk ik misschien nog wel rustig in. Namelijk het komende kwartaal zit het al waarschijnlijk rond de 90.000 tot 100.000 auto's. Nou, als je dat dus drie kwartalen doet en misschien zelfs wel China meeneemt in het laatste kwartaal, produceren ze dus best wel veel auto's. Zeker als je kijkt op basis van het vorige jaar. Want het eerste kwartaal is altijd het slechtste kwartaal van een autoproducent. Dus op die manier denk ik dat er, zoals gezegd, best wel veel risico's aan zitten. Maar hoe meer je eigenlijk erin gaat verdiepen, daar heb ik tenminste de ervaring. Ik heb die presentatie helemaal gekeken, was best wel moeilijk, maar best wel veel interessante dingen. En hoe meer informatie je over, ten eerste over Tesla weet en daarna ook nog over concurrenten, dat je een beetje een vergelijking kunt maken, hoe meer vertrouwen ik eigenlijk heb in Tesla. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ze het geld hebben om door te blijven gaan, maar ze hebben zeker een voorsprong die concurrenten eigenlijk in korte tijd niet zo snel zullen inhalen. En dat terwijl eigenlijk de wereld overstapt op elektrisch rijden. Dus als je dadelijk keuze maakt om elektrisch te gaan rijden, is de kans dat je een Tesla koopt best wel groot. Zeker als je gaat kijken naar de prijzen komen omlaag. En al zijn ze misschien wat hoger, krijg je dus waarschijnlijk wel meer rijkwijde bijvoorbeeld. Of misschien minder afschrijving. Of misschien gaat je Tesla wel zelfs wel geld opleveren. Dat je hem uit kunt lenen als taxi. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik positief inzie. Waardoor op lange termijn, Tesla is zeker geen aandeel wat je moet kopen voor minder dan een jaar. Maar je moet echt jaren vooruit durven kijken. Dan denk ik dat het een aandeel is dat zeker wel in waarde kan verdubbelen en misschien nog wel meer. Dus het is een aandeel met veel risico, maar ook met heel veel potentie. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik het dan voor de derde keer al meeneem in deze video. Sinds dat ik het eerste keer heb gemaakt, is het aandeel dus in waarde gedaald. Al blijft de basis van Tesla telkens hetzelfde, de koers daalt. Dus het is eigenlijk alleen maar interessanter en makkelijker zelfs ook om in te stappen. En laten we hopen dat Tesla het vanaf dit moment dus beter gaat doen. Dat we het terugzien in de kwartaalcijfers. En uiteindelijk ook terugzien in de koers. En daarmee sluit ik deze video af. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten wat je goed vond of minder goed. Of hoe jij over deze aandelen denkt. We hebben ook een Discord-chat, daarmee kun je op je telefoon, tablet, computer meepraten met inmiddels meer dan 60 abonnees van dit kanaal zitten daar ook actief op. Dus heb je vragen, opmerkingen, leuke informatie, die kun je daar delen. Ik zal ook weer een linkje onder deze video plaatsen naar onze Discord-chat. En ben je nog geen abonnee, maar je zit nog wel steeds te kijken, waarschijnlijk is het dus een interessante video. Zoals gezegd maak ik deze video elke maand, maar ik maak nog veel meer video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien, zou ik zeggen abonneer je op het kanaal. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.